Een van die wedstrijden waarin ons baie uitgesien het was die wedstrijd geweest tussen die Vrystaat en die Westelike Provinsie. Die wedstrijd so pas voorbij en een paar interessante dinge het gebeur, maar voor ons alweer praat, baie geluk, Herschel Jankies, jy is die man van die wedstrijd. Meneer, ja, ek dink ons het een bietjie gesukkel hierdie week. Maandag goed begin, na tweede helft, ek dink die ligdruk het die man een bietjie gevang, val die groot man daarvoor. Maar tweede game een bietjie vastgeval is die goeie span. Maar vandag, die man het maar gespeel vir die trots. Soos het nou vir 5 en 6 gespeel, die man het maar net alles gegee en hulle weet, is die laaste in die weepie terug. Ja, ek dink, dit was een van die vraagies wat ek jou graag wil gevra het. Hoe voel het nou, julle is kampioene gewees verlede jaar, julle is nou terug hierso, en dit het nie so great gegaan met julle hierdie jaar, en het moet seker nie lekker wees nie. Ja, allemaal, ek dink allemaal verwacht dat as die span die vorige jaar goed gedoen het, met hulle die volgende jaar ook goed doen, maar dit is een heeltemaal nieuwe span. Ja. So, is bietjie moeilik, different skole, maar die manne, die is nou in die laaste game, die manne het gewys wat hulle kan doen en gewys hulle talente het hulle uitgeleer hierso. En dan het ons een baie interessante ding gesien, die 3 is gedrukt daar so deur die Vrystaatse nummer 13 en die volgende oomblik is hy af met een rooi kaart en jy het een penalty, wat het gebeur daar? Ja, bietjie vuil speel, die woorde wat uit sy mond het gekom het was bietjie iets wat de mensen moet zien. Maar dat is interessant en het is goed om te zien dat die referees iets aantrend doen, want ik denk dat is een van die goed wat ons niet in school rugby wil zien. Isol, kijk daar naar die camera en dan sê vir die mensen bij die huis iets. Ik wil net dankie sê vir my ouders, vrienden, familie wat my support en allemaal wat die span support. Het is baie great, soos die INI, hulle doen baie voor ons, is baie dankbaar daarvoor. Het is lekker om met te hoor, Herschel, baie geluk en ons hoop ons gaan jou eendag in die groot WP-trui sien. Hopelijk wel. Een van die dae. Dit is dan natuurlijk Herschel wat die man of the match was in die wedstrijd hier tussen die WP en die Vrystaat. Baie goeie wedstrijd geweest by einde van die dag. Vrystaat wat met 14 man gespeel het. Nie dat het een verskil sou gemaakt het nie, hulle was reeds op die stadium al ver achter geweest. Dit is dan die laaste dag hier by die Kruivenweek en die derde laaste wedstrijd. Op die oomblik is die Bulle daar buitenkant en hulle speel teen die Sharks. Ek gaan terug om kommentaar te doen. Dit is JJ Bootis live by die Kruivenweek.